Goedemorgen, Jolanda Boerhoff van het Agra Theater. Jij vond het een leuk theater. Ambition vrienden. Nou, dan kunnen we toch gewoon even weer terug naar je. Ik ga hem zo hebben. Ja, te, te veel leuk is niet leuk. Nee, dat is waar. Dat en, is waar. En het is wel gewoon een werkdag nu. Dus <laughs> kom ik, jongens, even terug naar de serieuze kant van het leven. Het is vrijdag. Ja. Daarom ben jij er. Oh, waarom ben je er Nee, daarom ben je. Oh, ik verstand ook waarom. waarom. D en W het ja. valt af en toe weg. Door ja. wat ouder. De articulatie die vervalt. Een beetje. <laughs> zeg, Jolanda. Ja. Wat staat er in jullie mooie theater? Nou een ongelooflijk divers programma deze week. Oh? Uh, vanavond de Jacob Album Company. En uh, nou, we zitten hier dus met, uh, we hadden we vorige week nog over na de try-outs, hebben deze hele week uh, hard gewerkt aan het in elkaar zetten van een voorstelling Le Bal. Mm -hmm. uh, een ongelooflijk mooi spektakel. Uh, ja, eigenlijk heel multifunctioneel theater van dans. het vorige muziek. week ook even over, toch? Ja, ja. ja. Dansmuziek, uh, vertier. Ze gaan echt door uh, een hele lange tijdsperiode heen met heel veel verschillende soorten muziek ook. Dus uh, een uh, ongelooflijk uh, bijzonder 41 spektakel vanavond. Ja. Uh, gaan we direct door naar vol morgenavond. Ja, en die show is al uitverkocht. Maar ja, ik blijf het herhalen. Um, uh, als je er heel graag naartoe wilt naar Pieter Derks, uh, bel ons nog even. Laat je op de wachtlijst zetten. Want nogmaals, er komt regelmatig nog wel last minuten een kaartje vrij. Dus ja? uh, neem de, ook vooral de gok en zet jezelf op de wacht. De nieuwe jonge cabaretiers, die doen het overal goed. Ja, echt. Met name in onze provincie. Ik denk dat de cabotiers ook graag naar Flevoland komen. Oh, geloof ik direct. Ja, we hebben daar ook heel enthousiast publiek voor. De afgelopen week met Najib. En Najib zei het zelf ook. Hij was helemaal verrast door het ongelooflijke enthousiasme van de zaal en de feedback vanaf de eerste seconde dat hij op het podium stond. En hij was dat eigenlijk gewend vanuit Rotterdam en omgeving, waar hij ook heel vaak zijn tv opnam. Maar dit is natuurlijk lelijk. Mensen komen uit alle windstreken wonen hier natuurlijk. Er zitten ook Rotterdammers tussen natuurlijk. Ze stonden ontzettend open voor. Voor. Dus hij, hij was heel blij met die energie. En, en dat krijgen we heel vaak terug, met name uit onze zadel. Ja, dat is leuk. Dus, dan, dan heb je ook goeie. een mooie balletvoorstelling. Ja, ja de Royal God. Moscow Ballet. En, en dat is toch fantastisch. Het Swan Lake, het Zwanemeer. Gewoon ja. de klassieker die je eigenlijk gewoon met je als, als kind met je ouders wilt hebben gezien. Gewoon bij je opvoeding. Ja, toch? Eigenlijk een soort notenkraker mm, ja. zwanenmeer. Ja. Uh, het is makkelijk instapbaar. Je, ga, je zweeft weg op je fantasie en het is prachtige muziek. Ja. En, en je ziet inderdaad uh, de klassieke witte tutus over het podium gaan. Ja. Ja. Of ik mezelf Prachtig. weer zie. Je in mannen in strakke broeken. Ja, ja. ik uh, ga er graag heen. Nou, Zij zijn een van de weinige balletten die nog zoveel mannen in hun uh, een, een company hebben. Nou ja, mannen. Ja. <laughs> nou ja, wat ik zie, zijn het toch echt mannen. Jawel. <laughs> zijn echte mannen hoor. Maar... Ja. Zijn echte mannen. Nee, hoor, daar gaan we niet moeilijk over doen. Maar, ah, don't dan, go uh, there. Gaan we het een andere keer over hebben? Nee, een prachtige familievoorstelling. En nogmaals, letterlijk de laatste kaarten. Dus als je zondag daar naartoe wilt. Ongelooflijk en, populair ook in is dat. Hè? Dans en, en ballet. En ja? dat is bijna altijd al wel een garantie voor een uitverkochte zaal. Dat is, uh, nou ja, dat is ook we, niet overal zo, denk ik. We staan ook als danspodium bekend. Ja. En uh, eigenlijk van alle uh, aspecten van dans, van heel modern. Uh, uh, tot en ook gewoon dit hele klassieke. Ja. ja, Maar dit is eigenlijk de basis van dans. Dus dit moet je gewoon gezien hebben. Die lijf het knap vinden ook op die spitsen. Echt ook. Ja. Tot Bloeders toe, hè? Als ze dat trainen. Ja, Ik zie je dat af en toe wel eens. En dan zitten van die speciale voetjes hebben ze dan ja. om, die, om die tenen bij elkaar te houden. Maar probeer het maar eens. Oh, en dat je dan en... ook niet door je enkel heen zwikt. Uh, ik moet er niet aan denken bij spreken. Nou, ja, ja, het lukt de, ons ook de, natuurlijk. De danswereld is keihard. Nee. Dan ja, ja, ja. Keihard trainen, fysiek loodzwaar. Ja, um... dit, dit is meer dan topsport. Meer dan topsport. Ja, ja. Het sloopt bijna je lijf. Ja. Uh, als hey, ik het, en dan uh, vraag ik me ook af, woensdag 20 maart heb je Lakshmi. Zijn daar nog wel kaarten voor? Daar zijn nog wel wat kaarten voor. Ja? Want ja. zij staat overal zo'n beetje in uh, uh, Nederland. Ze, ze staat, uh, nou ja, eigenlijk door heel Nederland. Ja. Uh, dus wil je haar zien, uh, heb je eigenlijk op heel veel plekken na de kansen. Ook mm -hmm. bij ons in Lelystad. En uh, daar zijn nog de kaarten voor. En ja, uh, iedereen noemt haar de nieuwe Wende Snijder. En op het moment dat je dat gewoon ook uh, hoort, ja, dat, dat schept ook een verwachting. En ik denk dat ze dat ook helemaal gaat Ja, dat hebben we al een paar keer We hebben haar ook hier in de studio gehad. En mm -hmm. eerlijk gezegd, voordat ze hier kwam, had ik nog nooit van haar gehoord. Ik was positief uh, verrast. Ja. Want ze ziet fantastisch. En uh, nu staat. Ze dus inderdaad in alle euh, Nederlandse theaters, dus ook in Flevoland. Ja. Mooi, een paar kaarten nog en alle informatie vind je op agorastreepje lelystad.nl. Heb je nog een uitsmijter of zijn we er al de doorheen? De Verleiders. De Verleiders. Ja. Oh, ze zijn er weer. We hebben de afgelopen paar weken iets van de wereldrijd doorgevolgd. Ja. Ja, ja. Dan ben je hun regelmatig tegengekomen. En ze staan bij ons in het theater. En um, eigenlijk voor dit genre moet ik ook hier de unieke uitspraak doen... We gaan letterlijk voor de laatste kaarten. Dus, oh ja? uh, wil je nog de verleiders meemaken volgende week vrijdag bij ons in de theater? Onder de mom van uh, niks te verbergen over eigenlijk de privacy, big data. Um, kom ook vooral uh, volgende week vrijdag. Je hebt echt het idee van. dat als je eenmaal in, uh, in de wereld door bent geweest. om je voor, om over je voorstand te praten. dat mm -hmm. het garantie is voor uitverkochte zalen ook. Nou, in ieder geval wel voor heel veel positieve aandacht. Ja, en ja. uh, dat is heel mooi. Eigenlijk het platform wat zij met hun programma geven. Ja, maar het is niet de minste voorstelling. Dit ook. Victor Leut, George van Hout, uh, Pierre maar het zijn echt topacteurs die je aan het werk kan zien. Ja. En het is ook een voorstelling, dat hadden ze met al hun voorstellingen hè, onder de noemer de verleiders, Het zijn van die eye openers af en toe. Dat je ja. denkt van gebeurt het echt zo? Nou, bijna gebeurt het inderdaad wel zo. Zij durven keihard te schuren. En ja. ja, maar ze spelen dingen daar die echt waar zijn. En dan ergens zit er iets tussen waar, waar je denkt is dit waar, dan zeggen ze nou, het zou zomaar waar kunnen zijn. Ja, ja. je dankjewel. Tot Goed volgende weekend. week. En we kunnen wel zeggen, you got it.